Zij wil dus andere mensen opzetten tegen mensen die uit de kast zijn gekomen omdat ze lesbisch zijn of gay of transgender. Welkom bij een nieuwe video van Monstoep. Vandaag best een erge video, want mensen mogen blijkbaar niet meer verliefd worden op wie dat ze willen. Zo kwam ik een TikTok tegen van een zekere Sugar for Real. Volgens mij is dat wij zelf niet echt, hè? Want real is in het Engels. Echt. Dus volgens mij is dat wijf zelf niet real. Want ze heeft een video gepost over de spaaractie van de populaire Catnet-reeks hashtag like me. En er is dus een spaaractie aan de gang tot 30 april om stickers te verzamelen van like me. Nu, even bladeren. Sugar for Real. Deze persoon, ik zal subiet ook het hele filmpje laten zien. Is dus naar de Albert Heijn geweest om te winkelen. En ja, normaal krijgt ze zegeltjes om te sparen. Een paar weken geleden was het Disney glazen, dacht ik. Maar ja, in dit geval, want dat is zo dat zij het zegt. In dit geval kregen we stickers van een kindersfilm of serie. Volgens mij heeft Sugar for Real zelfs nog niet naar hashtag like me gekeken. Daar doet ze de moeite niet voor. Ze ziet deze sticker, jongens. Ze zien deze sticker van Jonas en Jemy die aan het kussen zijn. Sugar for Real en ondertussen 29,5k andere mensen zijn het eens met haar video. Want anders like je haar klote video, sorry dat ik dat zo noem, klote video niet. Ik kan me daar zo boos in maken voor, om mensen die geen respect meer hebben voor mensen die lesbisch zijn, gay of transgender. Zolang dat die personen zich goed voelen, laat ze doen. Hoe moeten die personen die uit de kast komen zich wel niet voelen door deze madame die denkt dat ze de koningin is? En die ogen die ze maakt, ik ga ook in de montage haar ogen close-up maken, dus inzoomen, dan je ziet hoe dat hij met de ogen reageert. Ongelooflijk gewoon. Maar jongens en meisjes, hoe lang en hoe zwaar de rit ook lijkt en hoe gemeen mensen soms kunnen zijn, laat niets of niemand jou ooit tegenhouden om te zijn wie dat je bent. En dat is een tekst, en die heb ik zo goed onthouden, van Jemy, Francisco, die Jemy speelt in Like Me. Lieve vrienden, zoals jullie misschien weten was afgelopen seizoen van Like Me echt bijzonder zwaar voor mij. En ik besef dat er nog steeds heel veel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen dagelijks dezelfde pesterijen moeten meemaken. Dus speciaal voor jullie de volgende woorden van Scott. Hoe lang en hoe zwaar het ook lijkt, en hoe gemeen mensen soms kunnen zijn, laat niets of niemand je ooit tegenhouden om te zijn wie je bent! En dan komt alles goed, dat beloof ik. Dankjewel! Dus laat jullie alsjeblieft niet doen door dit soort volk. Dit is een video aan alle ouders. Het was toch niet de bedoeling dat dat zou afspelen? Maar
deze persoon en nog, ja, zoals ik juist al zei, bijna 30.000 andere personen zijn dus tegen gays. Waarom? Die mensen zijn uit de kast gekomen. En dan gaat het nog over deze sticker, over Jamie en Jonas die aan het kussen zijn. Maar dat is in een serie. Dat is niet echt. En ook al is dat in het echt. Whatever. Wat maakt dat uit? Dit wicht heeft daar niks over te zeggen. En ik ben niet racistisch. Want sommigen zijn goeie. Maar deze persoon, dat hoort niet bij het goed volk. Hoegenaamd niet. Wat is zij meer die tegen de mensen zijn die uit de kast zijn gekomen dan gewone mensen die daar niet tegen zijn? Ik bedoel, zij wil dus andere mensen opzetten tegen mensen die uit de kast zijn gekomen omdat ze lesbisch zijn of gay of transgender. In dit geval gaat het dus over gays. Maar zij kunnen daar niet tegen. Maar wij moeten wel tegen kunnen tegen wat zij doen in hun leven. Allee, ik weet natuurlijk niet dat zij nog een leven heeft, maar waarschijnlijk is zijn leven om zulke achterlijke video's te posten op TikTok. En ik ga ook haar TikTok vermelden en ik hoop dat er zoveel kritiek op deze video komt. Dat deze wicht weet hoe dat het is om gepest te worden. Want deze is eigenlijk gewoon een pestvideo. Hè. Die is gewoon tegen het gay zijn. En waarschijnlijk ook tegen lesbische en tegen transgenders. En veel mensen zijn daar niet open over. Dus daarom maak ik nu deze video. Want ik denk dat er veel mensen zijn die zeggen, ja, maar als ik daar ga op reageren, ben ik racistisch. Soms moet je racistisch zijn, maar wel tegen de juiste personen en deze persoon verdient dat. Waarom maken ze een kinderserie, eigenlijk een tienerserie of een jeugdserie, waarom maken ze een jeugdserie zwart? Letterlijk. Het is van dat soort volk dat Zwarte Piet ook al niet meer mag en nog andere dingen. En het verschrikkelijke vind ik dan ook, dat er van ons eigen volk daarin meegaan. Die nu ook al tegen Zwarte Piet zijn. En die tegen gays zijn. En tegen lesbische. En tegen transgenders. Als die mensen gelukkig zijn, laat ze gewoon doen. Moet je er niet mee. Je hebt daar geen uitstand mee. Die mensen die uit de kast zijn gekomen, weten perfect wat dat ze doen. Maar zij, deze wicht, weet dat totaal niet. Er zijn ook heel veel reacties op. Ik vind dat deze videootje eigenlijk verwijderd moet worden door TikTok zelf. En ik hoop de kijkers die naar deze video kijken, dat die deze filmpje gaan rapporteren, zoveel mogelijk liefst. Want dit is gewoon pestgedrag wat dat zij doen. Oh, omdat zij van ander volk is. Mogen twee mannen niet kussen met elkaar. Ongelooflijk. Die sugar voor real, hè, volgens mij, hè, onder dat masker daar, hè, onder dat masker daar, hè, is ze helemaal niet echt. Want volgens mij is sugar voor real zelfs haar echte naam niet. Want als ik haar echte naam weet of ooit voorbij zie komen, zal ik ook naar haar sturen. Geloof mij. En sugar for real, als je deze filmpje zelf ziet, nee, ik ben geen gay, ik ben geen transgender. En ook al was ik dat, whatever. En ik ga nu waarschijnlijk heel veel kritiek krijgen van deze soort mensen. Ze denkt dat ze mooi is, omdat ze zo mandalen of waar heet ze ook. En dan nog wat roze make-up aan de wangetjes en roze lippen heeft. Misschien, hè, moet je je lippen eens een spuitje gaan geven, zo te doen. Precies tussen de deur heen gezeten.
Maar oké, tegen sommige mensen, zoals ik al zeg, moet je wel eens racistisch zijn. En ik vind dat wij mensen recht hebben om te beslissen voor uw eigen. En daar heeft geen ander mens uitstand mee. Niemand heeft iets te zeggen over wat dat jij zegt. Juist zoals Sugar for Real. Ik ga subiet ook in dat filmpje achter deze video plaatsen. En ik zal ook zorgen dat die ogen close-up gemaakt worden. Want wat voor ogen dat die madame trekt, niet normaal. Ze denkt dat het is omdat ze een videootje maakt over twee jongens die kussen. En het probleem is dat er nog werkt bij haar. Want ze heeft 30.000 likes. En dat zijn 30.000 mensen die tegen lesbische, gays en transgenders zijn. Daar ben ik 100% zeker van. Echt. Of oudere broers en zussen die geven om het welzijn van de kleintjes. En hun willen... Om het welzijn van de kleintjes. What the fuck? Over wat heet die het eigenlijk? Over de kleintjes. Over de kleintjes. Ik ben gewoon pist. Op haar! En op alle andere volk die het niet vinden kunnen. En op het andere volk die niet vinden kunnen dat er mensen gay, lesbisch of transgender zijn. Laat die mensen gewoon doen. Alsjeblieft. Ik denk dat deze madame werk genoeg heeft met haar eigen te onderhouden. Maar zij, deze persoon en al die 30.000 andere mensen moeten eens gaan beseffen. Hoe moeten die mensen zich nu voelen die uit de kast gekomen zijn? Dit is gewoon pestgedrag waar deze kutwijf aan het doen is. En ik weet, ik ga op deze filmpje goede commentaren krijgen, slechte commentaren, duimpjes omhoog en duimpjes omlaag. Dat interesseert me niet. Ik kan kritiek verdragen. Of zij kritiek kan verdragen, dat weet ik niet. Maar... haar gezicht zegt al genoeg, dus nou, dat is gewoon precies een Barbiepop met al die make-up die ze aan heeft. Ongelooflijk. Ze durft zelfs haar eigen aard niet laten zien, hoe dat ze echt is. Kreng, Oompa Loompa, Eutepreut, Seut, Marshmallow. Ongelooflijk. Ik voorzien allemaal bijnamen voor haar. Nee, maar ik vind het dus echt niet kunnen dat... Allee. Er zijn zoveel mensen, ik denk duizenden mensen, die fan zijn van hashtag like me. Ik ook. En... Die moet niet liggen zeveren van kindjes. Want nee, like me, dat is ook voor volwassenen. Zelfs gepensioneerden kijken naar hashtag like me. Maar volgens mij kent dat soort volk hashtag like me niet, omdat die het nooit niet hebben gezien. Omdat ze dat in hun eigen land waarschijnlijk nooit van gehoord hebben. En dan denken die mensen dat ze zich wat... Moeialen hebben in ons land. Ongelooflijk. Ik denk dat Tawicht met haar eigen al werk genoeg heeft. Dus zij heeft zeker niks te bepalen met wat andere mensen doen. En dat allemaal voor deze stickers, jongens. Ongelooflijk. Dit is het echte leven. We leven niet meer in de 20ste of de 60ste, whatever eeuw. Nee, we leven in 2023. En ik vind het vreselijk dat er zo'n volk als Sugar for Real nog bestaan eigenlijk. Waarom respecteren
de mensen elkaar niet. En dan denk ik in mijn eigen, en ik ga het nu ook luid op zeggen. Soms, hè, moet je echt racistisch zijn. Ook al wil je dat niet. Ik wil niet racistisch zijn, want ik ben geen racist, hoegenaamd niet. Maar voor zo'n volk dat zulke video's post, die zelfs niet weet over wat hashtag like me gaat, daar moet je volgens mij wel eens racistisch tegen doen. En er is ook goed volk van die donkergetinte mensen. Ik heb zelfs zulke vrienden. Maar bepaalde soorten van dat volk, en ook natuurlijk van ons eigen volk, ja, wat doen die eigenlijk hier op de aarde? In plaats van respect voor elkaar te hebben, elkaar lief te hebben, nee, elkaar gewoon liggen afbeulen op het social media. Dat is de tijd van nu. Ongelooflijk. Ik zou zeggen, sugar voor heel, als je kijkt, kijk de 4 seizoenen eens alsjeblieft van hashtag like me. Ja? En misschien is het beter dat je gewoon niet meer in de Albert Heijn komt. En dat je misschien eerder naar de Lidl of de Aldi gaat. Die personen die uit de kast zijn gekomen, zijn niet het probleem. Nee, dan ben jij sugar voor heel. Alleen jij en al die 30.000 andere mensen die tegen die mensen zijn, die uit de kast gekomen zijn. En dat kan je me zo kwaad in maken. Ongelooflijk. Nou, ik ga deze video hier beëindigen. Ik ga jullie dat filmpje nog laten zien van Sugar for Real. Ik vind gewoon dat dat videootje verwijderd moet worden van TikTok. Dus ik hoop dat er mensen zijn die het besef gaan hebben nu, na het kijken van deze video, dat Sugar for Real plaatst niet door de beugel kan. Ongelooflijk gewoon. Ik dacht dat zulke mensen meer respect zouden hebben. Maar dat is hoegenaamd niet zo. Ik heb geen respect voor u, sugar voor u. En je mag me gerust een mailtje sturen of commentaar geven onder deze video. Mij bellen. Je zult mijn gsm-nummer wel ergens vinden. Ik ga dat niet gewoon zo zeggen. Maar stuurt me een berichtje, ja? En dan vechten we het onderling uit. Hierbij beëindig ik deze video. En ik zie jullie graag in een nieuwe monster video. Tot dan. Hi. Dit is een video aan alle ouders. Of oudere broers en zussen die geven om het welzijn van de kleintjes. En die hun willen beschermen tegen alle negatieve invloeden van buitenaf. En als dit saai klinkt of jij valt niet in die categorie, scroll gerust verder. Misschien is de volgende video wel een chickie die lekker aan het twerken is in een strakke jurk of zo. Weet ik veel. Ik ben laatst gaan winkelen bij de Albert Heijn. En voor de verandering kreeg ik in plaats van spaarzegels of zo, kreeg ik een pakje stickers. Van een of andere kinderfilm of kinderserie. Goed, het was voor kinderen bedoeld. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat dat pakje stickers ook in de handen van de kinderen is beland. Van ons gezin. Nou, mijn zusje van 10 doet dat pakje open. En dit is hetgeen wat zij ziet. Ik weet niet of het duidelijk is. Als het niet duidelijk is, dan voeg ik later een foto toe. Maar dit is dus een sticker. Een foto van 2 mannen die aan het zoenen zijn. Hetgeen waar ik de meeste problemen mee heb als het aankomt op heel deze LGBTQ-campagne, is dat de doelgroep geen volwassenen zijn, maar kinderen. Ik bedoel, waarom zit dit in een pakje stickers voor kinderen? Waarom, wanneer mijn zusje aan het kijken is naar een kindertekenfilm op YouTube, krijgt zij als reclame te zien 2 zoenende vrouwen? En ik krijg dat niet te zien. Wanneer ik op YouTube aan het chillen ben, dan zie ik dat niet. Maar zij wel.
Waarom is het zo dat heel die LGBTQ-campagne een regenboog gebruikt als marketingkleuren? Waarom? Waar zie jij regenbogen? In kinderen, hun speelgoed, kledij. Ook in de ontwikkeling van kinderen worden er heel veel kleurtjes gebruikt. Dat is hetgeen waar ik het meeste problemen mee heb hier. Waarom kiest Albert Heijn voor zo'n soort geschenk aan kinderen? Dit is geen geschenk. Dit is bewust ervoor kiezen om de mening van kinderen te beïnvloeden. De uitkomst eigenlijk. Willen manipuleren. Ik ga daar niet mee akkoord. Ja? En aan alle ouders die dit zien en niet willen dat hun kinderen die stickers zien, gooi ze gelijk weg. En laat de kinderen met rust.